Het kinderpardon is een regeling voor asielzoekerskinderen. Als ze langer dan vijf jaar in Nederland wonen, mogen ze in principe in Nederland blijven. Tenzij hun familie zich bijvoorbeeld niet aan alle regels heeft gehouden. Dan vallen ze buiten het kinderpardon. Het gaat om zo'n 400 tot 700 kinderen. Zij zitten in de procedure om Nederland te verlaten. Dat kost vaak veel tijd en de kinderen leven in onzekerheid. Oneerlijk vinden deze 60 en CDA nu. De partijen vinden dat er voor hen een nieuw, beter plan gemaakt moet worden. Het leven van een kind kan je niet laten wachten een jaar lang op een procedure. Dan denken we als CDA, wat zijn we nou aan het doen? Dan moeten we moeten ervoor zorgen dat het systeem wel werkt. Maar wat je ziet is dat sommige kinderen hier al heel lang zijn, hè, soms zeven of negen jaar, die gaan hier naar school, die hebben hier hun vriendjes en die worden er dan toch mee geconfronteerd dat ze uh, terug moeten naar een land wat ze vaak helemaal niet kennen. Het is opvallend dat juist deze partijen dit zeggen. Ze zitten namelijk met twee andere partijen in de regering: de ChristenUnie en de VVD. Eerst waren ze het er allemaal met elkaar over eens. Aan het kinderpardon hoeft niks veranderd te worden. Maar inmiddels denken ChristenUnie, D66 en nu ook het CDA er anders over. Het kinderpardon moet wel veranderen en de VVD blijft dus alleen achter.